En Holleman Hoofdaltaar heeft dan niet wachten om aan de kleutel te trekken. Hij spreekt wel in zijn handen. Hij staat vol ongeduld te trappelen wanneer de bel hier mag luiden. Aan de aankomsttrein dat de zon weer terug bijna is doorgekomen. Zij heeft de regendruppels verdwenen of laten verdwijnen richting Hasselt, Nederland of andere zijde. Wij gaan dadelijk de laatste ronde in. De laatste ronde. Wat gaat dat met zich meebrengen? Heeft er ondertussen zich al een demarage voorgedaan? Ja of nee in de toprit van 16. Dat gaan we dadelijk hier live kunnen meemaken. En dat is nog 9,5 kilometer ongeveer. En we zien daar toch een uitdoening van de toprit. Een renner of 5 heeft zich gevrijwaard van het toprit. En we gaan even proberen toch de nummers te krijgen in iemand van DKCT. Iemand vooraan uit en dan denk ik in laatste positie herkende me Wout Franse. Wout Franse is mee. Wout Franse is benzonder, ziet achterom en ziet voor zich uit rijden ten een bieter van Toenrijk. En inderdaad, het spul zit op de wagen hier in deze laatste ronde. En kijk wat er